Laat ik jou nu expertise over. Nou, we zijn amateurs hoor. We zijn geen vakmensen. Wil nog even de telefoon. Oh, dat is misschien nog handig. Oh, dat is wel. Dat is hier geplaatst, hè? Laatst moet de microfoon in de handen houden, als je niet echt is. Ja. Dat zie je, ja, dan weet je zeker? Ja. Ik denk, als ik ernaast ga staan, dat is niet leuk. Oké, okay, ja, omdat je jullie de afscheid hebben, dan moet het zo. Ja, een beetje. Ja, koppel goed. Dus even wil je wat zeggen? Ik wil best wat zeggen. Ja, hij doet het. Hij doet het, ja, dat is wel een rat. Henk, wat voor vragen ga jij zo beantwoorden? Weet jij dat al? Ja, ik heb ze hier. Ja, wat is je werk als contactwethouder? Dat is één. Twee is, heb je een beetje contact met de IFV? Ja. Kom je daar wel eens? Kom je daar wel eens? Ik kom daar veel vaker, joh. Dat wil je. Hij is niet weg. Ik hou Henk scherp. Ik hou Henk scherp, nee, oké. Okay. Ja? Ja. Wilma. Nee, en 1965 was die film, hè, de laatste. De laatste. Wilma. De laatste. Kom, Wilma, ja. Alsjeblieft. Ja. Je ziet de ketting daar aan de rechterkant. Goed. Mag ik kijken? Hij is zo mooi en zo mooi bescheiden. Zo ja, sorry dat die beeld. Zo beter. Ja. Ik dacht, nou, als de historische vereniging naar de Amstketen van Nijveen had meegenomen, hadden we het zo gedaan. Ja. Dat is, ligt in de kluis. Toch? Klopt. Dan mogen wij dan misschien wel een opname van maken. Nou, ik heb al een keer gezegd, dat ga ik een keer doen. Ja. Maar dan andere keer. Moet je even pakken. Nou, geef maar zwaai maar naar mij als je denkt. 5 seconden vanaf nu. Ja? En kijk ik naar u of kijk ik. Ja, moet ik op Hans Wiegel-achtige wijze de camera inkijken? Dan kan dat. Ik kijk maar een beetje naar de camera. Dat helpt. Het komt aan het begin van de film. Dus je praat echt tegen de Nijveeners die film gaan zien. En nou, misschien wel grote première wereldwijd. Dus. Wow. Maak er een mooi gezicht bij. Ja, maar je bent heel erg zenuwachtig. Dus. Nee, maar je komt bij de mensen binnen. Dus, en die zitten daar in dat. Dames en heren, wat fijn dat u er bent en wat fijn dat u wilt gaan kijken naar de film over Nijveen. Toch wel misschien het mooiste dorp van de gemeente Meppel. En iets om trots op te zijn, want alweer zo'n 50 jaar geleden heeft u voor het laatst naar een film over Nijveen kunnen kijken. Met hoe gaat het dan precies met de verenigingen, met de ondernemers, met de landbouw vandaag. U zult zien, er is veel veranderd, er is veel gebeurd. Er zijn dingen bijgekomen, er zijn dingen afgegaan. Maar wat niet veranderd is, dat weet ik absoluut zeker als burgemeester van Meppel, dat is de drive en de spirit van de Nijveeners. Actief, lid van de vereniging, zichtbaar in de samenleving. Zij doen het met elkaar. En zo is ook deze film tot stand gekomen. En daar ben ik super trots op met wat u straks allemaal mag zien. Hoe de ontwikkelingen van Nijveen hebben plaatsgevonden. Ik wens u heel veel kijkplezier. Nou, één shot. Zo, ja. Professional. Ja, goed. Vond je het goed? Ja, volgens mij is het super.